Welkom vanaf de VSK met weer een nieuw item, Buizen met installatie.nl. Het item waarbij niet de fabrikant, maar de installateur centraal staat. Gevuld met deze goudgele buis gaan wij op jacht naar mooie verhalen. Mannen, mag ik jullie blij maken met een lekker biertje? Is hij wel koud? Ja, zeker nog wel. Moet je snel zijn. Dankjewel, man. Alcoholvrij biertje erbij? Nee, dankjewel. Oh, je pakt het serieus aan, zie ik. Ja, nee. Max Verstappen? Ik moet nog rijden. Installateurs? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, tijdelijke baas. Het is een beetje een gezellig op bedrijf bij jullie. Wij maken ons rot. Ja? Ja, vooral op de beurzen. Ja. Dit is even een uitje voor ons. Het leukste wat je vandaag te weten bent gekomen? Luchtwaterwarmtepompen. En eigenlijk dat het ook toepasbaar is in woningen zoals arbeidswoningen. Die voornamelijk klein zijn. Maar dan hebben ze een passende oplossing gevonden. Waar was het ook weer? Natan. En die hebben een hok. Die zetten ze naast of bij de voordeur als het ware neer. Dus de mensen, als je onderhoud aan zo'n warmtepomp moet plegen, dan hoeven mensen niet thuis zijn. We zijn niet van de stand. We zijn wel de gangmakers. Moet je kijken wat ik doe. Hop. En dan hangt hij. Is het een beetje gezellig bij jullie op het bedrijf? Volgens mij wel, hè? Jawel. En wie is de Bob dan? Zij is de Bob. Mevrouw, brengt ze wel veilig thuis zometeen? Ja, natuurlijk, want we hebben een chauffeur, we hebben een... kijk, dan kok het. Ik heb er nog eentje op staan. Hey, alsjeblieft. Dank u wel. Mooi, toch? Op een mooie VSK. Hey, hebben jullie nog wat leuks gezien vandaag op de bus? Ja, velerlei, van alles wat. Ja. Ik zie het al. Dit is het beste wat jullie tegen zijn gekomen. Nou ja, dit zeg ik eerlijk. Ja, dat zeg ik eerlijk. Maar wel ook andere dingen. Jawel, wel wat gevraagd. Maar het is allemaal hetzelfde eigenlijk een beetje. Ja. Andere jaren ook. Doen jullie al veel op het gebied van warmtepompen dan? Nieuwe energie? Nee, dat helemaal niet. Nee, warme lucht. Het is natuurlijk een hot item, hè, de warmtepompen nu. Ja. Vanwege het verhaal Groningen ook en de gaswinning die terug moet. Hoe kijkt u daarna? Ik zie het leuk om erbij te hebben. Maar niet als de oplossing dat het is. Beetje gezellig zo met z'n allen? Ja. We komen net bij de Mea weg en die had ook goede muziek. Ik bedoel, dat was ook goed te zien wat ze er allemaal hadden. Ja. Zijn de rest van de collega's? Die gaan een andere dag. Oh, die gaan een andere dag. Moet wel gewerkt worden. Moet wel bezetting blijven natuurlijk. Hè? Ja. Want hoe gaat het op werk? Is het druk? Ja, druk ja. Ja, dat is ook een tekort aan mensen natuurlijk. Ja. Veel bedrijven. Zoeken nog goede loodgieters dus. Ja, ik zou zeggen, doe een oproep. Zijn er nog goede loodgieters in de regio Arnhem? Zijn er nog goede loodgieters in de regio Ede die veel inzet tonen? We hebben een goede groep, hechte groep. We hebben veel voor elkaar over. Dus je bent welkom.